In Congo zijn de verkiezingen in 99,2% van de stembureaus probleemloos verlopen gisteren. Dat zegt de onafhankelijke kiescommissie. En toch hebben drie presidentskandidaten gevraagd om de verkiezingen te annuleren vanwege onregelmatigheden. De partij van oppositiekandidaat Etienne Tshisekedi zegt intussen dat ze in de meeste provincies wint en dat Tshisekedi dus de nieuwe president wordt. Vanuit Kinshasa, Peter Verlinde. Meteen na het sluiten van de stembureaus, gisteravond vanaf 5 uur is het tellen begonnen. Hier in Gadjema, een van de betere gemeenten van de grootstad Kinshasa, vlakbij het presidentieel paleis, verloopt dat ordelijk en rustig. Dit is een van de weinige bureaus waar president Joseph Kabila meer stemmen haalt dan oppositiekandidaat Etienne Tshisekedi. Elders is het vooral het omgekeerde. Tshisekedi haalt het hier in de hoofdstad, zoals te verwachten was, met een ruime meerderheid. Zijn militanten in het hoofdkwartier van de UDPS in de gemeente Limete blijven er nog rustig bij. Zij verzamelen de gegevens die hun waarnemers genoteerd hebben in het hele land. Een monnikenwerk met pen en papier. Het resultaat dat ons is gegeven, geeft een winnaar met 85% van het suffrage. Dat is aan l'Équateur, suivant les résultats provisoires. Dans le Bas-Congo, à Matadi, Boma, Banana et Mwanda, il est donné largement vainqueur avec plus de 90%. Deze gegevens liggen in dezelfde lijn als de enkele resultaten die via de internationale waarnemers al circuleren. De partij van Etienne Tshisekedi heeft al verklaard dat hij de nieuwe president van Congo wordt. Volgens de voorzitter van de onafhankelijke kiescommissie een absoluut ongepaste uitspraak. Ça c'est illégal. C'est triste que ce parti que j'aime bien se comporte comme ça. C'est sans commentaire, c'est illégal, c'est nul et sans effet. En hoewel drie presidentskandidaten al vragen om de verkiezingen te annuleren vanwege de onregelmatigheden, is de kiescommissie formeel. Ik n'ai pas de raison d'annuler les élections. Du point de vue problème, c'est 63 000 bureaux, 485 seulement ont eu des problèmes. Donc c'est zéro, c'est moins de 1% des difficultés que les bureaux de vote ont connu. Bij de partij van president Kabila heerst intussen een gelaten sfeer. De kopstukken zwijgen. Enkele dagen stilte tot de kiescommissie de uitslagen bekend maakt. Officieel pas op 6 december.